Mijn naam is Robin, ik ben 18 jaar oud en ik kom uit Gouda. Toen ik les gaf in het Verzetsmuseum in Gouda, waren er veel klassen die naar ons toe kwamen en de Anne Frank tentoonstelling kwamen bekijken. En heel vaak begonnen ze dan inderdaad meteen een discussie over Israël, over Palestina. En als ik dan aan hen vertelde dat ik Joods was, dan wilden ze heel graag dat ik Israëls acties verantwoordde. Terwijl dat natuurlijk niet mijn verantwoordelijkheid is. Dat kan ik niet doen. Ik weet verder vrij weinig over het conflict eigenlijk. Dus voor mij was het heel erg confronterend dat ik in een positie werd gesteld waar ik de acties van een regering moest verantwoorden aan een groep mensen. Ik heb altijd op de discussie tussen Israël en Palestina heb ik heel erg redelijk gereageerd. Ik ben eigenlijk zelf ook gewoon pro-Palestina. Ik wens de Palestijnen gewoon een eigen land toe. Maar op een manier ben ik dan ook een Zionist, want ik wil ook graag dat de Joodse gemeenschap een eigen land heeft. Het hoeft voor mij alleen dat er geen oorlog is, want ik wil niet dat er onschuldige mensen dat die betrokken raken bij een conflict. Maar ik heb altijd gereageerd, want het waren vaak kinderen. Ik heb altijd op een rustige manier gereageerd, verteld dat ik op sommige punten het met hen eens was, dat het inderdaad oneerlijk was dat onschuldige mensen stierven. En voor de rest ben ik niet te diep ingegaan op wie is er fout, wie is er goed. Dat is niet mijn plaats om dat te zeggen.